Hallo review vriendjes, hoe is je daar? Hier is hij, Toppie. Leuk bedacht, hè? Het is een soort showballet, alleen bij review kanaal. Bestond nog niet, dus ach, misschien is dat wel leuk. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons Achmedje opgestuurd? Laten we gaan kijken. De vraag is natuurlijk, heb ik iets tegen cheesecake? En daar is het antwoord op. Nee, ik heb niks tegen cheesecake. Cheesecake is namelijk een heerlijk product. Ik maak thuis zelfs ook wel eens cheesecake. Dat vind ik fijn. Dan beuk je een pak verkoren koekjes helemaal gort. En dan maak je er een bodempje van. En dan is het met verse kaas en weet ik veel suiker en binden. Gooi er een paar frambozen op en het is bellissimo. Hè? Bellissimo, cheesecake, heerlijk. Ik maak dan de Jiddische variant uit mijn Joodse kookboek. Heerlijke cheesecake. Nou ja, dus dat... Hey, kijk. Het zijn glazen potjes. Dat vind ik dan wel weer leuk. Dit is de New York cheesecake. De New York style cheesecake van Albert Heijn. Inderdaad, de New York cheesecake is eigenlijk ook degene die ik maak. Maar wat leuk dat er glazen potjes in zitten. Dus ja, ik ben benieuwd. Hè? En dan hebben we hier... En dit is dan 2 chocolate and salted caramel cheesecakes. Ook glazen potjes. Maar hier zit dan weer karamel en chocola op. Waar moet het nou? En dat salted caramel, waar moet het nou de hele tijd? Wat is dat? Waarom moet dat de hele tijd? Waarom moet dat steeds? Waarom komt dat steeds terug? Waarom overal zit gezout karamel in? Ik krijg daar lange tanden van. Ja? Mooi. Overal zit trouwens ook Oreo in. Hier heb je weer Oreo cheesecake. Nou ja. Ja, maar Oreo, dat zit echt werkelijk in elk product verwerkt, zeg. Niet te geloven. Nou ja, wat we hebben dus is American cheesecake. Volgens mij komt dit allemaal uit dezelfde fabriek of zo. Het zijn allemaal dezelfde glazen potjes. Hier is exact hetzelfde potje. En dit is net even een ander potje. New York cheesecake, Oreo cheesecake en Guy chocolade salted caramel cheesecake. Voor de leuk, voor de toetjes, voor na het eten. Ik eet nou toetjes. De toetjes gereed aan. Mijn kinderen die vinden dat misschien niet zo heel erg leuk, maar ik vind toetjes, dat vind ik zo flauw. Die is van die. Lekker gegeten. Oh, dit is wel echt gewoon wel een cookie. En deze, dat is voor u. Goed. En er zit allemaal. Oké. Enfin. De Oreo cheesecake, er zit dus gestampt Oreo op, dat begrijp ik wel. De New York cheesecake zit helemaal niks op. En op die ghoul. Hele dikke vet chocola. En dus salted caramel. Ik ben al misselijk. Ik ben alleen al misselijk door in het potje te kijken. Gadverdamme. Ik begin wel met de gewone cheesecake. De gewone cheesecake van Appie de Grappie. En ja, kijk. Heb hem. Ja. De cheesecake van de Abbot. De bodem is goed. Dat zijn inderdaad gewoon gezuiverde cookies. Maar het is wel belangrijk. Het is gewoon, ja. Gewoon volkoren biscuitjes. Heel. Maar hoe is het cheese van de cheesecake? Heel droog. Blijft heel erg aan je huid hangen. Extreem neutraal van smaak. Niet te zoet. Is niet vies. Maar is ook niet echt lekker. Ik snap niet dat ze hier bijna geen smaak in gedaan. Ik mis bijvoorbeeld een beetje citroen of zo. Klein beetje citroen hadden ze toch gelijk een stuk leuker kunnen maken. Heel raar. Nou, het is voornamelijk een hele grote melige hap. Gaan we naar de Oreo cheesecake. Is dat dan gewoon een hele grote melige hap met Oreo cookies? Komt gewoon exact uit dezelfde fabriek als mijn vraag. Ja, we komen daar gewoon uit dezelfde fabriek, ik weet het zeker. Nou, daar gaat ie. Hier heb je dan dus gewoon geen biscuitje eronder, maar van die zwarte gestampte Oreo's. Maken die het extra lekker? Nee. En hier ook. Het is... Deze is wat minder smaak. Die is een stukje zoeter. Komt waarschijnlijk door de koekjes die er nog op zitten. Maar het is een beetje een droge hap. Het is een droge kledder.
Die cheese van die cheesecake is even te hard. Het is een beetje bordkarton. Het blijft ook een beetje in je huigje hangen. Nee, hij is het ook niet. Nou, dan hopen we dat die Gude er wel van heeft gemaakt. Maar die heeft in ieder geval 25 laagjes gedaan. Dus wat dit allemaal mag zijn, dat mag Jozef weten. Kijk, hier. Chocola en een karamellagen en cheesecake-lagen en een koeklagen. Dit is niet zo gezond voor je. He, probeer het net een beetje af te vallen. Oh, nou. Het leuke is dus van die ghee. Misselijkmakend zoveel chocola en karamel. Dat het is nog een beetje vloeibaar. Ik weet niet precies wat het is hoor. Want ik weet niet wat het op staat, maar deze chocoladecake is prima te doen. En er zit een ja, is vloeibaar op. Er zit overigens nauwelijks, het is echt nauwelijks cheese op de cheesecake. Hier, het zit het lage cheese. Hier, chocola. Dit is dan het cheese en dit is dan een soort vloeibare laag. En hier zit dan de koek. Er zit bijna geen cheese in de cheesecake. Maar vies is niet. Dat is niet rap. Dat was echt niet leuk. Sorry. 3 glazen potjes cheesecake. Eentje van de Albert Heijn. De normale New York. Eentje de Oreo. En eentje de salted chocolate. Weet ik veel. Karamel, zeezout ding. Ja, ik vind het een beetje tegenvallen. Tijd voor de cijfertjes! En de cijfertjes, ja, die zullen dan ook wel een beetje tegenvallen. Het is niet echt lekker. Ik ben heel gek op cheesecake. Alleen cheesecake, dat is luchtig. Hè, wat je erop ligt, dat is luchtig. Zoet, een zuurtje. Mooi vers proeft het altijd, hè, cheesecake. En dit proeft allemaal niet vers. Dit proeft oud. Het is gewoon niet zo heel interessant. Nou ja, de New York-stijl cheesecake van de Albert Heijn is leuk. Het is echt leuk in een glazen potje. Het is ook leuk om bij je op tafel te hebben. Het probleem is alleen, het is niks. Het stelt helemaal geen ene hol voor. Nee, het is echt... Het cookie is goed. De cheese is te massief. Het is echt een 4. Een 5 voor de Oreo. Daar zit meer smaak aan. Dat is niet zo gek, want ze hebben daar allemaal Oreo-koekjes op gesodemieterd. Overigens, het is zo identiek qua potje, qua dekseltje ook. Het merk van potje is exact hetzelfde. Dit komt gewoon uit dezelfde fabriek. Dat is ook wel te merken, want de cheese van deze cheesecake is godvergeten net zo droog als de cheese van deze cheesecake. Deze zijn allebei zo verschrikkelijk droog. Het is eerder stopverf. Wat je zit te bunkeren dan een luchtige, verse cheesecake. Het is niet best. Maar ja, deze krijgt een 5 omdat er iets meer smaak in zit dan, hè? Ja, de wonderen zijn de wereld niet uit. Ik ga dus iets met caramel sea salt. En sea salt caramel heet het. En chocola laten winnen. Want deze laagjes allemaal, ondanks dat er niet zo heel veel cheese in zit, is wel smaakvol gemaakt. Er zitten wel allemaal elementjes in wat het lekker maakt. Is het super lekker? Nou ja, er zit bijna geen cheese in de cheesecake. Er zit voornamelijk chocola in. Dus je zit gewoon een chocoladetoetje te eten. Maar die krijgt dan van mij wel een 6. Want het ziet er leuk uit en het smaakt ook nog een keer leuk. En die komt ook uit een andere fabriek en het potje is ook anders. Nou ja, dat was het dan. Ja, jongens, voor mij zijn het nog hartstikke dure dingen ook. Mij maken niet blij met toetjes. Maar als je dan een toetje maakt, doe een beetje je best. Want dit is... Nee, dit is echt knudden. Dit is knudden met een rietje. Ja? Mooi. Nou, ja. Nog. Ik ben wel een beetje misselijk.